Ik ben Dirk-Jan Schaap en we staan hier aan de Herengracht in Amsterdam. Er was hier een oude kade met houten palen met een gemetselde muur. Dat was vroeger voor paard en wagen was dat prima. Maar voor nu is dat niet meer van deze tijd. Het moet sterker gemaakt worden. In de opdracht van de gemeente Amsterdam in samenwerking met countertroepen. De oude kade is aan het eind van zijn levensloop. Het is nu belangrijk dat voor de toekomst een nieuwe kade is die ook weer stabiel is voor de komende 100 jaar. Dus wat we doen zijn palen van 20 meter lang, die brengen we in de grond, schroefgoud injectiepalen. Deze palen staan op de tweede zandlaag gefundeerd en die zitten hier op min 20 NAP gemiddeld. Daarop wordt eigenlijk een betonnen prefab constructie aangebracht, wat de kade weer stevig maakt voor de komende 100 jaar. We hebben hier heel veel materieel geïnvesteerd voor ook de komende projecten nog in de stad. Een boorkraan waarin we de palen op een manier kunnen aanbrengen zonder dat er valgevaar is. Eco-units, dat zijn aggregaten, maar die zijn er eigenlijk op gestoeld om vooral op zonnepanelen de accu te voeden en daarmee de bouwplaats te voorzien van stroom. Al het zware materiaal wordt over water aangevoerd en ook het uitvoeren gebeurt op pontons vanaf het water. Omdat de kade zodanig instabiel is dat we er niet met zwaar materiaal en materieel op kunnen staan, omdat dan de kade zou bezwijken. We hebben te maken met een omgeving waarin we werken, waarin alles wel moet passen. We kijken naar de bewoners, maar ook naar de rondvaartboten die nog willen blijven varen in de grachten. We doen niks alleen, maar goede leiding op het werk is ook wel belangrijk. En ik ben wel trots dat ik dat mag vertegenwoordigen.